De staatssecretaris is van plan de loonheffing te verlagen. Maar dat betekent wel dat de btw op levensmiddelen van 6% naar 8% omhoog gaat. De boodschappen worden dus flink duurder. Ja, dat is nooit goed natuurlijk, dat de boodschappen duurder worden. Als je het ene geeft en het andere neemt, dat schiet niet op. Nou, als ik minder belasting hoef te betalen en de boodschappen worden iets duurder en het naar verhouding levert me meer op, dan is dat een prima voorstel. De belasting in die gaat eigenlijk toch weer omhoog. En de belastingverlaging, dat wordt ook weer verhoging, dus dat schiet er allemaal niet mee. Het klinkt allemaal heel leuk dat er iets naar beneden gaat en er gaat iets omhoog, dat je een vereffening hebt. Maar als in de praktijk blijkt dat het toch wat anders is, dan moet ik het toch nog even zien.